Hi iedereen, welkom terug bij een andere aflevering van Bio with Wirjo. In dit filmpje leg ik je uit hoe je lichaam weer beter wordt als je ziek bent. En dat noemt men immuniteit. We kijken dan naar de natuurlijke immuniteit en ook naar de kunstmatige immuniteit. Bij de kunstmatige immuniteit hebben we dan twee vormen, namelijk de actieve vorm en de passieve vorm. Alle stoffen die je lichaam niet kent noemen we antigenen. Dat komt doordat de antigenen anders uitzien dan onze lichaamcellen. Voorbeeld van antigenen zijn bacteriën, schimmels en virussen. Die in de lucht zitten en kunnen ook in voedsel zitten, maar bijvoorbeeld het gif van een slang is ook een antigen, omdat het gif anders uitziet dan andere cellen in ons lichaam. Als de stoffen in ons lichaam komen, treedt er dan immuniteitsreactie op. Bij natuurlijke immuniteit gaan wij vanuit dat antigenen via een natuurlijke manier in je lichaam komen, zoals dit deeltje dat via de longen binnenkomt. Zodra het antigeen in je lichaam zit, gaat het zich vermeerderen en voel je dan eigenlijk ziek. Nou, hier moet je lichaam zich dan tegen beschermen. En om dat goed te kunnen bekijken, gaan we het even inzoomen. Zodat de antigenen in je lichaam zitten, komen de witte bloedcellen in actie. Er zijn verschillende typen witte bloedcellen. En de witte bloedcellen dat je hier ziet, gaat de antigen scannen. En dat gaat het bepalen hoe dat antigen eruit ziet. Zodra hij dat weet, gaat het antistoffen maken. En de antistoffen passen dan precies op de antigen. Dat betekent wel dat de antistoffen specifiek werken en dat dit type antistof alleen werkt tegen type antigen. Zodra dat antigen omsingeld is, worden ze door de antistoffen onschadelijk gemaakt. Soms zie je dat de antistoffen naar elkaar toe komen, waardoor de ziekteverwekkers bij elkaar geclusterd worden. En dat is handig voor de andere type witte bloedcellen. We noemen ze dan ook vreedcellen. Bij natuurlijke immuniteit scannen deze type witte bloedcellen de antigenen en kan daartegen antistoffen maken. Die antistoffen gaan om de antigenen heen zitten, waardoor ze onschadelijk worden gemaakt. In de andere type witte bloedcellen die ontsluiten die antigenen en ruimen ze als het ware op. En uiteindelijk zijn de antigenen uit je lichaam en voel je dan weer beter. Als je ooit geïnfecteerd bent met een bepaald antigen in de toekomst, ben je dan immuun voor dat antigen. Dat betekent dat je niet meer ziek kan worden voor dat bepaald antigen. Hoe werkt dat precies? Dat antigen komt voor de tweede keer in je lichaam. De witte bloedcellen detecteren gelijk dat antigen en weten door de geheugencellen dat dit type antigen en dat dit die antistoffen moet maken. En als die witte bloedcellen ooit antistoffen ervoor hebben gemaakt en kunnen dat in een heel korte tijd doen, wordt dat antigen gelijk onschadelijk gemaakt en dan ben je dus immuun voor dit antigen. Waarom kun je dan toch vaker verkouden zijn door bijvoorbeeld griep krijgen? Dat komt doordat die ziekte wordt veroorzaakt door een ander type antigen. Dan ben je niet meer immuun voor, want je lichaam heeft daarvoor geen antistoffen kunnen maken. Maar natuurlijke immuniteit komt dus antigeen op een natuurlijke manier in je lichaam. Je lichaam maakt dan zelf antistoffen aan en daarom ben je dan immuun voor dat soort type antigen. Kunstmatig proberen we dit na te bootsen. We willen namelijk ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen immuun zijn voor bepaalde antigenen zonder dat ze zelf ziek van worden. In laboratorium worden die antigenen dan verzwakt of onschadelijk gemaakt en worden die antigenen in een spuitje gestopt. Dat spuitje noemen we een vaccin. Een vaccin is dus eigenlijk een spuitje waarin antigenen zitten. Bij kunstmatige immuniteit worden dus de antigenen via een vaccin in het lichaam gebracht. De witte bloedcellen detecteren de antigenen en maken de antistoffen tegen dat antigen. De antistoffen vallen de antigenen aan en maken die dan onschadelijk.
En omdat de witte bloedcellen alleen zelf antistoffen maken tegen dat specifieke antigen, ben ik dan immuun voor dat type antigen. En omdat mijn lichaam zelf actief antistoffen heeft moeten maken, noemen we dat kunstmatige actieve immuniteit. Sommige situaties heeft je lichaam onvoldoende tijd om antistoffen tegen te maken. Bijvoorbeeld als je gebeten wordt door een gifslang. Gif van die slang komt in je lichaam dat ook antigen is en van dat gif kun je binnen enkele uren misschien doodgaan. En in die korte tijd heeft je lichaam geen enkel tijd gehad om antistoffen tegen te maken. Nu is het belangrijk dat er zo snel mogelijk antistoffen van dat antigen via een spuitje in je lichaam gebracht moet worden. Dat spuitje noemt men een serum. Het is wel belangrijk dat je de juiste serum toebediend krijgt, want ieder type antistof werkt tegen een bepaald type antigen. De antistoffen worden dan via een serum in het lichaam gebracht en die antistoffen kunnen direct aan het werk gaan en maken dat antigen gelijk onschadelijk. En dan ben je gelijk genezen na een poos. Je lichaam maakt dus in dit geval geen antistoffen aan en je bent niet immuun, maar vervolg is dat het heel snel werkt. Omdat je lichaam zelf geen antistoffen heeft gemaakt, noemen we dat passieve immuniteit, omdat je lichaam zelf niets hoeft te doen. Wij zorgen dus op verschillende manieren ervoor dat we beschermd zijn tegen antigenen. En bij natuurlijke immuniteit komen de antigenen op natuurlijke manier in je lichaam. Bij kunstmatige actieve immuniteit komen de antigenen via een vaccin in je lichaam. Het lichaam gaat in beide gevallen zelf antistoffen tegenmaken. Bij kunstmatige passieve immuniteit is het belangrijk dat er snel wordt gereageerd en dan moeten we snel antistoffen in het lichaam toedienen. In al deze gevallen zorgen de antistoffen ervoor dat je lichaam weer gezond wordt. Bij natuurlijk en kunstmatig actieve immuniteit zorgt je lichaam zelf ervoor dat je immuun wordt en bij kunstmatige passieve immuniteit maak je lichaam zelf geen antistoffen, daarom ben je niet immuun, maar het werkt dan heel snel. Als je deze video leuk vindt, druk op like, comment en voor meer video's subscribe.